In het hele land staan files met een totale lengte van 1800 kilometer. Nu voor het Klimaatstraatfeest praten we vandaag met Ruud van Hooft. Wat doet u voor het Klimaatstraatfeest? Ik speel als clown Jaggi, de milieutheatervoorstelling De Wereldwachter. Wat komt erin voor? Ja, daar komt dus een clown in voor. Daar staat een hele grote wereldbol. Die wereldbol, daarom rijdt die clown Jaggi in eerste instantie met een vies bommetje. Hij gaat daar zitten en hij moet op de wereld letten. En de wereld, daar gebeurt op het moment nogal veel mee. De opwarming van de aarde, vervuiling, milieuverontreiniging. Hoe gaat de mens eigenlijk met de wereld om? Op dit moment een beetje op een verkeerde manier. En dat probeert die clown op een komische manier duidelijk te maken. Heeft u dat verhaal daarvoor zelf verzonnen? Hoe bent u op dat idee gekomen? Nou, het idee is niet zo direct van mij gekomen. Tenminste, ja, de invulling uiteindelijk natuurlijk wel. Maar de vraag kwam eigenlijk van het Rotterdam Milieucentrum om een clowns theatervoorstelling te maken over het milieu. Maar hoe verpak je dat thema nou in een voorstelling? En dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, je moet gewoon een hele grote wereldbol hebben. Dat is dus een opblaasbare wereldbol die ik daarvoor gebruik. En daar gaat de clown naast zitten en die moet dan op die wereldbol letten. Dan kan iedereen rustig gaan slapen. Maar ja, als een clown op de wereld let, dan gebeuren er nogal wat rare dingen. En er zijn natuurlijk ook best wel rare dingen die gebeuren. CO2, opwarming van de aarde. Door de mensheid, de mensen veroorzaakt. Waar hij ook zijn verbazing over heeft. En de clown is ook een beetje bezig met het spiegelen van hoe het aan toe gaat in de wereld. En die wil dat een beetje laten zien. En dat doet hij door middel van die theatervoorstelling. Jongen, en wat doe je daarmee? Ja? Ja, niet zomaar weggooien. Hier, batterijen, blas. Groenafval, ja. Tot wanneer kunnen mensen zich opgeven voor het Klimaatstraatfeest? Tot 31 maart kunnen de mensen zich opgeven. En daaruit komen 5 prijswinnaars. Maar op 1 daarvan kan ik slechts de voorstelling De Wereldwachter spelen. En in die andere staat wordt wel een andere voorstelling gegeven die ook wel met het milieu te maken zullen hebben. Nou, we gaan het dan zien. Oké, graag gedaan. Tot ziens.